Je besje in mijn anus, ijzer in mijn anus, vlees in mijn anus, niks gaat in mijn anus, hart in mijn anus, stok in mijn anus, helemaal niks gaat in mijn anus. Yo dames en heren, mijn zon, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe donkere wereld van Reign of Kings. Na de vorige keer dat ik uitlogde, hadden we helemaal een leger en een basis gecreëerd en stonden we eigenlijk op het punt om de koning van zijn troon af te schoppen. Alleen uh, voor wonderbaarlijke redenen uh, was ik niet meer teruggespaard bij mijn huisje. Dus ik moet even het huisje weer zien terug te vinden. En ik kan je van tevoren mededelen dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, ik ben al eventjes niet online geweest, maar ik denk niet dat dit hem is hoor. Als ik heel eerlijk moet zijn. Oh, de deur is zelfs open joh. Nou, wat een gastvrijheid. Ik bedoel, uh, don't mind if I do hoor. Ja, er zit niks in. Ja, er zit vanzelfsprekend ook niks in. Ja, molen. Zit ook niks in. Lijkt me niet dat dit van ons is, of wel? Ik kan me namelijk niet echt iets herinneren van dit. Nou, is wel geinig, want deze basis zou ik te technisch gezien zo over kunnen nemen. Dan hoef ik gewoon een paar dingetjes toe te voegen. En, hoppakee, kant-en-klare basis. Drie minuten in de macht, het en je bent er klaar mee. Hey. Wacht. Is dit van ons? Dit is gewoon een. Ja, is gewoon een basis onder de muur eromheen ook als PC, Cleavers. Bla bla bla, Guild. Nee, die is niet van ons. Maar het staat hier wel allemaal aan, dus. Het lijkt me dat dit van een persoon is. Oh, tering, Jantje! Ah! Daar schrok ik even van. Wilt de beer even afstand nemen van mij, alstublieft? Schrikkende man. Ik, ik collect zijn ding. Ik kan dat ding niet collecten. Jezus, ik. Oh, man, ik schrok me echt helemaal. Lap is. Oké, okay, dat is cool. Hoe het zon echt uh, door die boom heen komt. Ah. Zo prachtig. Maar ik heb nog steeds mijn fucking basis niet gevonden. DNB Tom's Guild. Nee, dit is ook niet van ons. Oké, okay, even voor de duidelijkheid. Dit was zeg maar het punt waar ik gevangen was genomen. Bij de stenen. En toen uiteindelijk was er een gevecht. En dan schreeuwde de jonge man van... Pak hem! En nog steeds een gigantische en grote beer achter me aan. Rot op beer. Vandaag niet. Volgens mij... Ah, oh, nee! Ah, oh, Jantje. ja en er is zelfs nog een wolf. Het enige wat over is zijn twee vliegende houtblokjes en een fucking kist. En de kist is leeg. Fuck my life. Mijn vrienden zijn gedood, mijn basis is stuk. Ik sta er weer eens in mijn eentje voor. Alright boys, time to rebuild. Is er überhaupt wel een koning? Max Arkinus? Hier, uh, wat? Die jongen die speelde de vorige keer ook al mee. Die gast heeft mijn naam gesteeld. Gestolen, ik weet het, dat is het grapje. Nu was ik je al gelijk voor. Voordat je al gelijk gaat belaten in de reacties. Ja, maar. Het, het, het is toch gestolen? Dat klinkt als een bloedende eland. Dat zeg ik ook alleen maar omdat ik bloed zie liggen in een eland. Het is een moes. Moes. Hij maakt ook gewoon echt een moes geluid. Yo, wat de scheid? Ik was hier net en de steenblokken waren er nog. Wie de fuck heeft mijn steen gestolen? Tering. Moet ik dan kleine restantjes op rammen en het schiet toch helemaal niet op? Van het... Wat, Eiland? Hou je harses. Ik ben meer kwijt dan jij, ja? Tering, egoïstische Eiland. Yo, overdag ziet het er veel gruwelijker uit. Oké, okay, ik ga die Abandoned Village, ga ik eventjes, tenminste ik denk dat het een Abandoned Village is. Ga ik eventjes ontdekken. De vorige keer durfde ik niet verder te lopen dan fucking 2 meter. Nu fucking, hé, hey, de Slendermanen zit daar. Jolle boys! Geen maar alle spullen! Ik weet het, ik krijg damage. Ren door! Misschien dat er goede spulletjes zijn. Melle moet ik niet hebben. Yo, is serieus er serieus nog echt iets te vinden hier? Of zit ik gewoon echt voor uh, Jan door hier te lopen? Oh, wacht, er is hier beneden iets. Ja, dag. Zoek de terugweg. We zijn aan het sterven. Serieus, ik moet de terugweg hebben. Terugweg. Ah. Wat de fuck was dat voor geluid? Dat is een veel groter geluid dan uiteindelijk nodig was. Oh shit, Slenderman is daar. Woop, 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 woop. Doei. Oh shit, ik ben echt bijna dood. Nou, één voordeel. Het is nu bijzonder rustig op de server. Dus ik kan al het flex pakken wat ik wil. Want dat was altijd nog even een probleempje om te vinden. Maar hier moet je kijken: elk gebouwtje is naar de kloten. Iedereen die heeft allemaal zo mooi zitten bouwen. En dan gewoon een, weet ik wel, een katapult is er tegenaan getiefd of zo. En het is stuk. Hallo! Is meneer Crypto thuis? Ik hoor je overbranden. Als je nu open doet, dan mep ik. Zo. Heb ik even mijn statement achtergelaten: Schapen! Schapen, eten. Geef me. Swarma. Bap, jongen. Alle schaapjes zijn van mij. Na, 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 na. Oké, okay, we kunnen een bone axe maken. Een bone dagger. Okay, ik vind een dagger wel geinig. Die is lekker snel. Nee, nah, fuck it, axe is bruter. Moet even wat hout pakken. Zo, dat is nog een best groot ding hoor. Wah! Indrukwekkend. Oké, okay, daar hebben we een slachtoffer. Ten aanval! Boeken, 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 boeken! Hak hem! Oh my god! Ja hoor! Dat mag ik wel. Prima. Hak hem! Die is helemaal stuk. Wat me tot verbazing blijft staan, zijn die oventjes en die workbenches. Die blijven het lang staan. Dus wat we kunnen doen, is ook een tactiek wat we uiteindelijk ook in rust hadden gedaan, is gewoon een workbench. En een oven en shit. Dat zetten we uiteindelijk gewoon ergens neer. Die gaan we gebruiken. Want zelf een huisje bouwen, onderhouden en shit in ons eentje. Dat is niet zo'n uh, goed idee. Dan moet ik toch echt uh, mijn vrienden voor erbij hebben. Dus dat zouden we dan kunnen doen. En dan kunnen we zelf uh, zeg maar armor maken en shit. In ieder geval dat is het idee. En dan kunnen we de, de, de koning zeg maar van zijn troon afmappen. Alhoewel, ik kan ook gewoon een bezoekje aan de koning brengen. Misschien dat hij al spul voor me heeft. Kijk, dat zou natuurlijk ook helemaal mooi zijn. Serieus. Platform hier. De fucking brug is afgesloten met weer een oneindig grote muur. Conquered by Max Arkinus Guild. Wat? Zeg niet dat hij dit in zijn eentje heeft gedaan, hè? Hak die shit door de midden! Ah! Wat? Nul op structure? Oh man. What the fuck moeten we daarvoor hebben? Hallo, is de koning thuis? Koning is niet thuis, jongens. We zijn de lul. We staan er alleen voor. What the fuck? Yo, moet je eens heel goed kijken naar wat daar gaande is. Iemand heeft gewoon uit de lucht, uit het niks, gewoon blokjes op elkaar gebouwd om die brug op te kunnen ofzo. Yo, what the fuck zijn ze daar op die brug aan het maken? Gekke werk. Ja, Jezus, ik loop even tien meter verder en dan staat er dit gigantische kasteel. The Kingdom of the Bears. En af met twee F'en te veel, of met een F te veel. Indrukwekkend, er is blijkbaar een gaatje in jullie uh, systeempje, jongens. Dat misschien wat uh, krachtiger neergezet moeten worden. Hey, uh, ik laat mezelf even binnen. Ja, verdomme. De fucking poort is dicht. Oké, okay, als ik er niet doorheen kan, dan ga ik er wel omheen. Oh, kijk, 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 kijk. Er brandt allemaal licht. Oké, okay, we gaan hun even om hulp vragen anders. Want ik heb fucking veel iron die ik ze echt aan, uh, aan hun kan geven. Indien ze natuurlijk mij ook helpen, hè? Want anders. Ja, nee, dan zwaait er wat. Hallo! Hallo? Is er iemand? Iemand. Hallo. Overal brandlicht. Niemand is thuis. Het is een beetje zonde van de energie, jongens. Daar brandlicht, daar brandlicht, daar brandlicht, daar, daar. Jongen jongen, jongen jongen. Kijk, zo ga je dus niet met energie om, hè? What the fuck? Zal hier iemand thuis zijn? Hallo? Is er iemand thuis? Iemand. Oké, okay, niemand. Yo, zien jullie dat fucking grote kasteel? Misschien is daar iemand thuis. Jezus, House of Lannisters. Ja, daar wil ik wel bij horen. A Lannister always pays his debts. De debts, de, de schulden. Hallo? Is mevrouw of meneer Lannister thuis? Jongens, er is een beetje gat in jullie hok. Ik kan zo naar binnen koeken loeren. Uh, ik ben van de uh, kasteelinspectie. Er zit een gat in uw kasteel, of house, hoe je het wil noemen. Ja, ik krijg ik maar dat even. Niemand doet open, joh. Ah, wel indrukwekkend. Dat uh, petje af. Al laat ik een petje op, dan heet ik hem af. Nou, ik was blijkbaar niet met het, uh, de enige met dit idee. Jonge, jonge, jonge. Zo, die hebben hier een hele molen en ook een kasteeltje. De Masias Guild. Hallo? Iemand thuis? Uw overbrandt nog? Ik hoor het. Zo, wat hebben ze hier proberen te bouwen? Een siege uh, dingetje of zo. Stijgertje dit, stijgertje zusje. Kom geen eens omhoog, joh. Oh je, hemeltje. Oh, Jezus, ik glijd naar beneden. Oh, Jezus. Glijbaan. Hé, hey, ik leef nog. Oké, okay, workbench plaatsen we hier. Kampvuurtje hier. Helemaal hartstikke boef. En die gaan we ook gelijk upgraden. Hup, en deze gaan we ook... Hup. Wat heb ik niet genoeg? Ik heb niet genoeg hout. Oké, okay, ik heb hout nodig. Shit. Kijk, het is zo jammer dat ik zelf dit werk moet doen, hè. Kijk, al had ik nou een groep mensen onder me zitten... Dan ...had ik gewoon kunnen zeggen... Hé, hey, Jantje, jij gaat hout halen. Uh, Flippy, jij gaat even wat ijzer halen. En de andere, Jantje, die gaat even wat steen halen. En uiteindelijk komt het helemaal goed. Tenminste, indien ze willen luisteren. Want daar hebben ze af en toe ook nog wel eens problemen mee. Ik bedoel, dat zagen we al in de vorige aflevering. Dan probeer ik ze in ieder geval een opdracht te geven. Nu doen, hoor. Eigenwijs stilletje vreten. Oké, okay, die even upgraden. En voor die andere hebben we nog meer stone nodig. Ja, tering! Ik heb veel te weinig stone. God, god, man, de juur, Ik was hier zo slecht op voorbereid. <laughs> Wat dat? Oh, oh, jezus, dat is mijn geluid. Ik wist niet dat ik zo dicht op het vuur stond. Sorry. Ja, hoeveel stenen heb ik nu? Want ik heb 250. Ja, ik heb 250. Heel mooi, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ja, ik kan ook gewoon eigenlijk anders even de spullen van deze knakkeren gebruiken. Ik bedoel, het staat er nu toch, hè? Kan ik even een mooi leather armortje voor mezelf maken? Ja, wat een tering. Wat? Ik heb het toch gemaakt? Waar is het heen? Oh, hier. Sorry. Ik heb uh, valse alarm. Hoppakee. Met, uh, met alsnog de billen bloot, hoor. Ah, kijk aan, ik heb het weer gevonden. Oh, en nu kan ik ook die leather shit hier maken. Nice. Ik heb wel behoefte aan schoenen, eigenlijk, jongens. Hoe staat mijn vlees ervoor? Ja, gekookt en wel. Heerlijk gekookt vlees. Ah, oh, wat een pracht. Ik denk dat we nu wel veilig kunnen zeggen dat we punt hebben bereikt. Van ja, hé, hey, wat nu? Oké, okay, laten we in ieder geval dit ding maar eventjes gaan upgraden. Naar een oven. Oh, wat ik ook altijd al heb willen doen. Kijk, dit is zo'n throwing stone. Maar als het goed is, kan je die in je anus stoppen. Wat? No! Waar is mijn gooisteen anus? Waarom werkt dat niet? Echt, ik heb nog nooit zo graag een steen in mijn anus willen stoppen. Hier, besje in mijn anus. Ijzer in mijn anus. Vlees in mijn anus. Niks gaat in mijn anus. Hart in mijn anus. Stok in mijn anus. Helemaal niks gaat in mijn anus. Oh my god, we hebben hem. Wat kunnen we hier doen? Wood, sticks, charcoal, grain, iron, steel compounds? Ja hoor, gooi alles er maar in. Oké, okay, laten we ook maar even een bed gaan maken, zodat we die ook op een mooie plek kunnen verbergen. Zodat we in ieder geval dicht bij onze, zeg maar, kleine basis kunnen spannen. Dat zou wel handig zijn. We staan, er, we staan er echt pittig puur alleen voor. Dus dan moeten we het wel natuurlijk op de juiste manier aanpakken. Oké, okay, het bedje ligt op locatie. Oké, okay, ja, die iron ingots, die komen eraan. Hoppakee. Oké, okay, we hebben bijna duizend hout. Dat uh, lijkt me wel eventjes voldoende voor nu. Vier iron ingots. Wat kunnen we daar trouwens mee? Letterlijk niks van wat hier staat. God non Oh, dit is het. Sharp rock. Ja. I want to put sharp rock in my anus. Ja, de sharp rock zit in mijn anus. Huh? Huh? Pak hem. Ja, nu heb ik hem vanuit mijn anus gehaald. Jongen jongen jongen. Wat een anus Oké, okay, we hebben de workbench ook weer ge-upgrade. We kunnen hem zelfs zo direct nog een keer upgraden. Maar even kijken wat we nu kunnen bouwen. Ik moet armor en wapens hebben, jongens. For fuck's sakes. Stone Woodcutter Axe. Oh, ik heb meer flex nodig. Oh, Shit. Oké, okay, ik pak grotendeels van mijn iron er even uit. Zodat echt de rest. ja, dat gaat wel even verder smelten. Maar niet dat straks iemand langskomt en Jolen even al mijn iron eruit pakt. Dat zou ik naar vinden. Maar we moeten even wat meer steen gaan vinden. En misschien dieren om te doden, zodat we daar uiteindelijk meer leather hide van kunnen maken. Yo, iemand anders heeft zich hier ook echt flink zitten uitleven. Zit nog hout in? Ja, jongens, dus je moet niet uh, hout erin laten zitten als, er gewoon, uh, als je niks gaat branden, hè? Woe, blok. 6.000 helft. Wat? Yo, fuck dit. Kan ik niet gewoon dit ding gebruiken in plaats van de mijne? Deze man heeft gewoon veel meer dan ik. Ah, oh, nee, dat kan niet. Omdat er natuurlijk van een, het natuurlijk van een andere guild is. Oh Hallo, is er iemand thuis? Iemand? Iemand? Nou, ik denk dat we wel eventjes voorlopig weer even genoeg hebben survived. We hebben eigenlijk weer een echt een enorme goede stack aan, uh, aan spullen. Daar ben ik wel eventjes tevreden mee. Dan gaan we nu in ieder geval onderdak zoeken omdat het regent. En dan ga ik jou bedanken voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Reign of Kings. Elke zaterdag om 8 uur s avonds komt er weer een nieuwe aflevering. Dus graag tot de volgende keer. Doei! doei!